Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken. Vandaag weer een nieuwe video. En het is een woensdag, dus dat betekent dat er een nieuwe update is uitgekomen. En deze keer gaan we weer geld uitgeven. Hey, want er zijn weer 4 nieuwe paarden uitgekomen. En het zijn hele leuke paarden. Dus ik ga er sowieso eentje daarvan kopen. En verder is de update echt super groot. En ik heb niet heel veel tijd, dus we gaan heel veel doen in een heel klein half uurtje. Heb je alvast heel veel zin in deze video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. Nou, zoals ik al zei, er zijn dus 4 nieuwe paarden uitgekomen. Waarvan eentje voor het Pinta staat in Dundel, in Jarlenheim en in de Crescent Moondorp of zo. Ik weet niet precies waar het is. Volgens mij hier ergens. En sowieso ga ik er één daarvan kopen, want die vond ik echt super leuk. En Star Stable had ook al, ja, volgens mij 2 weken geleden een soort filmpje uitgebracht waarin ze die paarden lieten zien. En toen dacht ik al gelijk van, oh, die ga ik kopen. En vorige week in de video zei ik dat ook. Dus ja, ik ga er wel eentje kopen. En verder zijn er ook nieuwe icoontjes toegevoegd aan de map. Je ziet het misschien al. Je ziet een soort gouden, hoe heet die dingen, trofeeën? Dat is volgens mij van waar dan die kampioenschappen zijn. Er is er eentje voor de brievenbus, waar het OV is, openbaar vervoer. En waar je de paardentrailer kan vinden. En bovendien is er ook de Valentijns-update. Er zijn Valentijns-kraampjes, er is een Valentijns-race, er is nog iets met Valentijn. Gratis spullen, zelfs ook gratis starcoins. Dat ga ik zo allemaal uitleggen. Het is echt mega veel. En oh, jongens, ik ben zo blij dat de update nu online komt, want op het moment dat ik dit nu opneem, is het 11:28. Ik moet zo meteen naar school. Ik had uitgerekend dat ik uiterlijk 11:30 mocht beginnen met opnemen. Als ik later dan 11:30 zou gaan opnemen, dan kom ik in de knoei met school en dan zou ik niet naar school kunnen gaan. En het is nu 2 minuten voor 11:30. De update is net online gekomen en ik kan opnemen. Oh, gelukkig, want anders kon ik pas opnemen als ik thuis kwam van school. Want ik heb pas vanmiddag school rond 1 uur of 1. En ik moet natuurlijk reizen met het OV, dus ik moest 11:45 weg, blablabla. Maar als ik dus na school moest opnemen, kwam deze video pas om 5:00 PM. En nu komt die, als het goed is, rond 1 uur of 1. Dus nou, jullie hebben heel erg geluk. En ik heb ook super erg geluk dat die, ja, gewoon op normale tijd online komt. Maar goed, genoeg gepraat, we gaan beginnen. Als ik een beetje snel praat, dan komt het omdat ik heel enthousiast ben over deze update. Want het is echt, ja, een hele leuke update. Super veel dingen te doen. We gaan natuurlijk als eerste kijken naar de paarden. Alleen ze staan op verschillende plekken. Dat is wel een beetje een nadeel. Want er staat een gevlekt in Fort Pinta, een Palomino in Crescent Moondorp, een donkere vos en de Blue Rowan in Dundel. Ik ga vandaag gewoon lekker de paardentrailer pakken. Gewoon naar overal, gewoon naar alles. Normaal gesproken loop ik altijd, maar er zijn nu zoveel dingen te doen dat ik denk, oké, ik ga gewoon een keer de paardentrailer nemen. We gaan lui zijn vandaag, jongens. Het mag. Oh, en wat je nu trouwens ook ziet, is dat er allemaal, ik wou zeggen Halloween, maar dat is zeg maar precies het tegenovergestelde van Valentijn. Allemaal Valentijns, ja, decoratie is en zo. We gaan als eerste naar Dundel, want dat zijn 2 paarden die ik sowieso niet wil kopen. Dat is namelijk een donkere vos en een Blue Rowan. En, oh ja, het modelpaarden is, hoe heet die beesten? Starterpaarden. Zeg maar het model wat je hebt als je start een paard, dat zijn nu de paarden die ze hebben uitgebracht, die je dus ook los kan kopen. En ze kosten 750 starcoins en je kan ze pas kopen vanaf level 15. Behalve degene die in Fort Pinta staat, die kan je kopen als je level 1 bent, volgens mij gewoon. Maar oké, dit is de eerste. Eigenlijk vind ik deze ook al heel erg leuk. Terwijl ik niet had verwacht dat deze zo leuk zal zijn. En dit is Jorvik Wouwloed. Nou, dat had ik net al gezegd. En dit is dus die, hoe heet het? Donkere Vos. Oh, deze is eigenlijk ook echt super leuk. En ik vind ze trouwens ook echt super goedkoop. 750 starcoins. Echt, de laatste tijd brengt Star Stable paarden uit die super goedkoop zijn. Hoe duur zijn deze? 850. Nou, dat vind ik al een beetje duur, want die paarden zijn groter. Maar ik ben zo blij dat Star Stable paarden uitbrengt die wat goedkoper zijn. Want kijk, nou, ik heb wel genoeg starcoins, maar er zijn natuurlijk mensen die, ja, die hebben niet zoveel starcoins. En die kunnen, ja, moeten heel lang wachten voordat ze een paard kunnen kopen. En als ze wat goedkoper zijn, hoef je minder lang te wachten. Dus dat vind ik wel heel aardig, Star Stable. Goed gedaan. En dit is dus de Vos. Die heeft, ja, 4 witte beentjes. En ja, die vind ik wel leuker uitzien. Ja. Ja. Ik ga deze niet kopen, denk ik. Ik kan hem wel op mijn wishlist zetten. Zo van, oké, die wil ik ooit een keertje kopen. Maar ik ga hem nu niet kopen. Ik maak er wel eventjes een foto van. Ik maak altijd foto's van Star Stable paarden. En die bewaar ik in een apart mapje. Dat vind ik af en toe heel leuk om terug te kijken. Ook zoals die. En dit is dus die Blue Rowan. Als ik het goed uitspreek. Jorvik Wouwloed, bla bla bla. Oh, ze hebben 2 in kracht, 2 in discipline, 0 in snelheid, 1 in conditie en 2 in behendigheid. Best wel veel punten. Dat had ik niet verwacht. En deze dacht ik ook dat hij niet zo heel erg leuk zou zijn. Maar ik moet zeggen, ik vind hem eigenlijk toch wel leuk. En hij heeft ook een hele mooie bles. Dat heeft deze trouwens ook. Ik vind dat zo mooi, hè, als paarden een bles hebben. Deze heeft dat volgens mij niet. Nee, deze heeft dat niet. En het ziet er gewoon, ja, gelijk een stuk kaler uit. Gewoon een kaal leeghoofd. En dit ziet er veel beter uit. Echt, ja, dit vind ik een leuk paard.
Ja, maar nee, deze ga ik niet kopen. We gaan gelijk door zo meteen naar Fort Pinta. En daar ga ik zo erg twijfelen, want die twee paarden waar ik dus zo meteen naartoe ga, die zijn zo leuk. Zo, eventjes een fotootje. Wow, dat oog! Oh, wat is hier met jou aan de hand, paard? Heb jij drugs op of zo? Dat oog, wacht, kan ik dat nog een keer inzoomen? Oh nee, dat is helemaal uitzoomen. Oh nee, wacht. Dat is natuurlijk een foto. Dan heeft hij zijn ogen dicht. Ja, kijk die ogen. Wat is er mee aan de hand, joh? Oh, ja, zijn ogen trouwens ook. Die zien er ook niet uit. En hij heeft een beetje gekke tanden. Wat een rare ogen. Heeft die dat ook? Ja, die heeft ook wel rare ogen. Huh, dat had ik helemaal niet door. Dat zal wel. Zo. Hoppatee. En we gaan nu door naar Fort Pinta. Maar dat heb ik al 3 keer gezegd. Ik kan ondertussen nog even voorlezen wat de update precies vandaag inhoudt in grote lijnen. Valentijnsdag in nieuwe paarden, bla bla bla. 1 week lang Valentijn. Valentijnsmissies. Even kijken hoor, Fort Pinta. Ja, ik hoef niet te lopen, dus alles gaat nu ineens heel snel. In Silverglade is er een missie, want die postbezorger die is zijn brieven verloren. Dus die moet je denk ik vinden of zo. Er zijn races in de Jorvikstal, dus die wil ik zo meteen gaan doen met mijn nieuwe paard. Valentijnsdagwinkels, nou die staan gewoon overal in Jorvik. En een verborgen bonuscode. Ik zei het al aan het begin, Starcoins. Lowen. Oh, dat is die vent waar we zo meteen heen moeten voor die race. Die heeft 5... letters verstopt die samen een bonuscode vormen. Als je ze allemaal vindt en de bonuscode weet te vormen, krijg je 200 starcoins. Dus je moet dus op zoek gaan naar letters en die vormen een code en dan krijg je 200 starcoins. Maar ik ben natuurlijk nu zo super vroeg met de update dat ja, eigenlijk nog niemand al die codes heeft gevonden. Dus die code voor de starcoins heb ik op dit moment voor jullie niet. Ik kan het wel laten weten op Instagram. Dus als je mij nog niet volgt op Instagram, dan moet je eventjes kijken hier beneden in de beschrijving. En dan laat ik misschien wel weten als ik de starcoins code weet. En ook nog een gratis Star Rider code. Maar dat is alleen voor spelers die 3 dagen gratis Star Rider hebben gekregen toen ze zich aanmelden. Een beetje heel erg omslachtig en ik begrijp het ook niet helemaal. Maar dus ook gratis Star Rider. Je moet eventjes het nieuwsbericht van Star Stable zelf lezen. En dus de 3 nieuwe paarden. En nieuwe icoontjes op de kaart. Er zijn icoontjes voor bussen, veerboot, paardentrailer, kampioenschap, brievenbussen, paardenstylisten, dierenartsen, paardentrainers en ruiterclub grootmeesters. En oranje stippen zijn vervangen door iets anders. Bla 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 bla. Nou, het is een mega grote update. We hebben superveel te doen vandaag. Oh, sorry jongen. Ik ben al heel blij in ieder geval als ik dat paard heb gekocht. Want dat is, ja, dat is eigenlijk wel het leukste van vandaag. Ja, oh, deze die wil ik graag kopen. Maar, dan klopt het nieuwsbericht niet. Ik dacht dat deze in Crescent Moondorp zou staan. Deze wilde ik juist kopen. Even kijken hoor. Volgens mij stond die bont in voor het Pinta. Dat stond hier in dat bericht. Oké, komt ie hoor. Je kunt het Isabel Schabrak bonte paard meteen bij Fort Pinta krijgen. De Palomino. Ah, ik snap het. Ja, oké. Dit is dus deze die ik heel graag wil kopen. Ik vind hem er echt zo leuk uitzien. Oh, kijk die vlekjes en dat hoofd. Hij ziet er zo leuk uit. Deze wil ik echt. Ja, deze ga ik denk ik sowieso kopen. Maar ik wil nog eerst eventjes naar die Palomino kleur kijken. En ik vind ook, ja, dit bont op de kont. Dat vind ik er super leuk uitzien. En gewoon die kleuren. Ja, deze vind ik echt leuk. Hij had voor mij wel iets meer een blesje mogen krijgen of zo. Het is meer een snap. Of nee, kolletje heet dat inderdaad. Kijk, zoiets als deze. Dat vind ik gewoon mooi bij Star Stable paarden. Hij lijkt ook wel een beetje op Uraya. Op de Uraya Star... hoe heet het die ik heb? Ja, dat is ook wel weer waar. Hij lijkt op Uraya. Maar Uraya heeft natuurlijk niet zo'n bonte kont. Oeps. We gaan naar Crescent Moondorp. Rest in peace geld. Rest in peace geld. Dus ik heb niet eens heel veel geld meer. Daar gaat al mijn geld. Ik geef al mijn geld uit aan slechte doelen. Aan dit. Ik kan veel beter kleren kunnen kopen. Ik heb denk ik nu iets van 100 starcoins uit... Nee, 100 Jorvik shillingen uitgegeven aan de paardentrailer. Ik had ook gewoon... Het zijn vliegende kandelaars of zoiets. Oké, dat klopt niet helemaal. Maar hier moet dan dat bonte pinto beest staan. Daar gaan we nu even heen. Ik begon wel een beetje te twijfelen. Omdat ik ineens dacht van, dat nieuwe paard lijkt ook wel een beetje op Uraya. Op die Connemara. En ja, misschien is deze juist wel superleuk. Dan ga ik ineens wel een hele plan switchen. Ik denk dat die hier staat. Ja, dacht ik al. Oké. Deze vind ik ook wel heel erg leuk. Ik kan niet kiezen. Hij heeft wel een beetje een piskleur. Oh, dit paard, als ik die ooit ga kopen, noem ik een piespot. Want deze heeft de kleur van
ja, Bies. Dus dan is dit wel het meest toepasselijke, want ik had 1000 likes gekregen op die video dat ik een paard Biespot moet noemen. Oké, okay, laten we zeggen... Nee, wacht, deze is ook wel leuk. Oh, oh my god, sorry. Hi. Oh, deze is ook wel heel erg leuk. Oh, nu ga ik echt twijfelen. Ik twijfel zo erg. Kijk, deze is ook zo leuk. De koppie, hij is zo lief. Oh. Oh, nu ga ik echt heel erg twijfelen. Deze is ook zo leuk. Oh, wat lastig. En ik moet een keuze maken nu. Oh, dit is zo lastig. Deze is ook zo leuk. Oh, ik moet er ook niet te lang over nadenken. Ik heb niet eens een naam trouwens voor die andere. Waarom heb ik er ook niet over nagedacht? Ik doe toch die andere, denk ik. Ja, ik doe die andere. Want ik kan natuurlijk al de hele tijd op die andere... Oh, wat doet hij nou? Op die andere gefocust. En als ik nou ineens iets anders ga doen, krijg ik misschien spijt. Omdat ik dan in zo'n korte tijd een andere beslissing maak. Oh, maar kijk, die is zo leuk ook. Even van dichtbij bekijken, hoor. Kijk nou. Oh, waarom kan ik die niet kopen? Ik kan ze ook gewoon allebei kopen, maar dat vind ik een beetje zonde van mijn geld. Want ik kan beter mijn geld, ja. Ik heb trouwens een heel leuk video-idee. En eigenlijk, nu dat ik een nieuw paard ga kopen, kan dat idee al niet meer. Maar dan moet ik even wat langer wachten. Maar oké, niet meer naar dat paard kijken. Doei paard, ik ga niet meer naar jou kijken. We gaan naar het kontbontpaard. Bonte kontpaard, want die is... Oh, nee, niet. Nee. Kom op, paard. Ik heb niet zo heel veel tijd, want over een half uur moet ik de bus halen. En ik moet ook nog een thumbnail maken. Ik moet de video online zetten. En ik moet nog superveel doen. En eigenlijk ga ik het niet eens redden. Maar oké, okay, hoppatee. Ja, goed zo, paard. Tempo erin houden. We gaan het bonte kontpaard kopen. Oh, hier is de trailer. Dat is mooi. Oh, sorry mensen dat ik jullie trouwens nu negeer. Maar ik ga naar Fort Pinta. Dan moet ik ook even gauw nadenken over een paard. Ik heb slechts een paar seconden. Ik klik gewoon eventjes Star Stable weg. Daar kan ik goed over nadenken. Over een naam. Ik had laatst een naam. Hotspot. Nou, er zal vast wel wat leuks zijn. Ik verzin wel wat gewoon. Ja, dat doe ik. Ik kon eventjes mooi Star Stable pauze zetten. Ja, mensen vragen dan hoe zet je Star Stable pauze. Maar kijk, ik klik het dan gewoon weg. En nu staat Star Stable stil, want het bolletje laat niet. Maar kijk, ik beweeg wel. Want ja, ik heb nou gewoon Star Stable weggeklikt. En ja, mijn webcam die loopt dan nog wel. En ja, dat loopt niet. Zo, huppatee. Huh? Hier ook al van die gekke zwevende dingen. Oh nee, deze zit wel aan de grond vastgemaakt. Die andere dingen niet. Maar oké, okay, hier is het. Kijk, kijk, kijk. Hier zie je trouwens ook het verschil. Tussen die en die. Deze lijkt ook een beetje blauw. Maar deze is wel heel mooi met gewoon, ja, zwart tuig. Ik vind hem een beetje blauw inderdaad. Nee, oké, okay, ik doe deze. Ik was bij deze. En als ik nou ga veranderen, dan weet ik het ook niet meer. Hey, Dollar, is dat een nieuwe naam? Oké, okay, nou moet ik gauw wat verzinnen. Wish, heb ik al iets met Wish? Volgens mij niet. Ik vind Wish wel grappig. Fly Wish, Fox Wish, Wish Wish, Wish Wish. Oh, het kan ook echt Wish Wish. Dat is zo debiel. Wish Wish, Wild West Wish. Het zijn zoveel namen ook. Wacht, ik doe wel gewoon dit. En als ik niks weet, doe ik wel Wish Wish. Dus Crush. Dat is ook al zo moeilijk. Far Rebel. Carrot Master. Amethyst Clash. Raven Pirate. Nee, dit zijn echt zulke lelijke namen. Met mijn Star Stable. Waarom doe je dit? Blue Charm. Hero. Ja, dat vind ik ook zo basic. Emerald. Air. Pirate. Oké, okay, ik ga gewoon hier kijken. Wacht, nu kan ik de naam Piespot maken. Ik ga mijn paard niet zo noemen. Maar dan kan ik het aan jullie laten zien dat het echt kan. P en dan moet je spot doen. Oh hier. Piespot! Maar zo ga ik mijn naam paard niet noemen. Dan noem ik die bonte paard, noem ik Piespot. Als deze video 1000 likes heeft. Ninja spot. Nee, dit doe ik niet iets met spot. Ninja twin. Ik vind eigenlijk Wish Wish wel grappig. Ja, want anders weet ik niet echt hoe ik mijn paard moet noemen. Fox Wish, Fire Wish, Far Wish, Fast Wish, Dog Wish, Crazy Wish, Chip Wish, Wish Wish, Air Wish, Ash Wish, Wish Wish. Oké, okay, ik ga het gewoon doen. Dit is echt zo dom. Ik heb een paard Wish Wish genoemd. Waarom heb ik dat gedaan? Dat is zo'n debiele naam. Gefeliciteerd met je nieuwe paard. Je prachtige nieuwe paard wordt bij je thuis al afgeleverd. Binnenkort kun je hem in je eigen stal in de box zetten. En ik heb mijn paard gewoon Wish Wish genoemd.
Mishmish, veel geluk met je nieuwe paard. Wat heb ik gedaan? Dat is echt zo'n rare naam. Oh, maar ik wist niks anders. En anders ga ik zo lang doen over het nadenken van een paardennaam. Wishwish. Ik kan het gewoon niet eens fatsoenlijk uitspreken. Wishwish. 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 Oké. Okay. Wishwish, we gaan eventjes jou optuigen. En dan gaan we gauw naar Jarlaheim. Want dan gaan we de Valentijnsgeest doen. En, oh ja, ik moet ook nog even naar het Valentijnswinkeltje. Want daar zijn dus ook nieuwe dingen. Al denk ik wel dat ik alle Valentijns dingen al heb. Hey, Araya, je bent vervangen door Wishwish. Kontbontpaard. Oh nee, bonte kontpaard. Dat was leuk als je hem die naam kon geven. Welk paard zou ik nou dumpen in mijn wei? Deze doe ik weg. Hé, hey, doe je het? Was... Oh, huh? Hoe doe je dat ook alweer? Oh ja, hier. Wishwish. Daar is die hoor. Ja, oké, okay, ik moet zeggen, ik heb toch geen spijt nu. Ik vind hem nu wel leuk. Alleen vergeleken Uraya vind ik hem een beetje blauwig of zo. Dat vind ik wel een beetje gek. Doen we hier. Hier. Jongens, besef even, hè. Over letterlijk een uur zit ik in de bus naar school. En ik moet nog superveel doen. Ik heb mijn pyjamabroek nog aan. Ik moet nog eten. Ik ga denk ik allemaal eten in de bus. Ik moet nog mijn tas inpakken. Ik moet nog mijn schoenen aandoen, mijn jas aandoen. Ik moet er nog heen lopen. Het is 11:15 nu. Maar oké, het gaat lukken. Ik wilde gewoon supergraag deze video opnemen voor school. En ik ben ook aan het spijbelen, jongens. Nou, niet echt spijbelen, want op de hogeschool maakt het niet veel meer uit. Ik zit op de hogeschool, niet meer op de middelbare school. En, oh, is zo leuk! Maar eigenlijk was de les nu. Maar ik ben niet naar de les gegaan om Star Stable op te nemen. Dus daarom was ik ook zo blij dat de update net kwam. Want als het niet kwam, was ik eigenlijk voor niks thuis gebleven. Echt slecht eigenlijk, maar die les was niet verplicht en niet nuttig en zo. Maar oké, okay, ik boet jullie vast allemaal niks. Maar ik heb Wishwish opgezadeld. Ik zit erop. Ik heb mijn favoriete setje aangedaan. En ik moet zeggen, ik heb geen spijt. Ik vind hem echt leuk. Nee, ik ben echt blij met Wishwish. Ik ga jullie alle gangen van hem laten zien. Maar eigenlijk is hij hetzelfde natuurlijk als mijn starter. Hij heet ook Jorvik Warmbloed. Maar als we naar die race gaan, dan kunnen we natuurlijk gelijk het mooi uittesten. Wacht, ik ga eventjes naar deze bak. Dan kun je toch net iets beter zien. Oké, okay. Hij is dus eigenlijk hetzelfde als de Jorvik starterpaarden, dus die jullie allemaal hebben. Alleen is die dus een andere kleur en volgens mij is er verder niks anders. Ik kan hem ook andere manen geven, dan kan ik ze ook wel even kijken. Nou ja, dit is dan stap. Nou, verder prima. Draf. Hé, dat verandert ineens zijn nek. Dan wordt ineens die nek wat dunner of zo, als hij gaat draven. Nou, dus de galop. 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 Galop, 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 galop. Zo, dit is de galop. Oh, dat klonk net, als je heel vaak galop achter elkaar zegt, dan klinkt het net alsof je aan het verdrinken bent. Galop, 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 galop. Nooit over nagedacht. Ineens kwam het binnen. Jarlaheim, Jarlaheim. Hoe heet dat daar zo eigenlijk? Jarlaheim, maar het is niet echt Jarlaheim. Het heet Nieuw Hilkristallen. Nee, 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 dat is hier. Nee, 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 nee. Hoe ga ik dit annuleren? Oké, okay, zo. Anders kwam ik zeg maar precies op hetzelfde plekje als waar ik nu ben. Want dit is de Nieuw Hilkristallen, toch? Ja, als ik daarop had geklikt, was ik gewoon precies op hetzelfde punt gekomen als waar ik nu ben. Yo, frikandel. Gaan we eventjes naar de paardentrailer toe. Ik heb niet de hele dag de tijd en vandaag al... Vandaag al helemaal niet. Ik doe gewoon Jarlaheim, ik weet het niet. Oh, ik denk dat ik nu weet waar ik uitkom. Als ik nou bij de trailer uitkom, heb je rechts het kampioenschap. Heb je voor je de stallen, achter je een boerderij. En daar is een korenveld en links is een weg. Volgens mij kom ik daar uit. Als de paardentrailer opschiet. Huh? Nee, in het dorp. Maar hoe heet die andere trailer dan? Zeg maar, nu ik het heb omschreven, weten jullie misschien wel wat ik... Oké, okay, dit paard is zeg maar best wel goed in overal tegenaan knallen. Dat hadden mijn andere paarden niet. Jawel, eigenlijk alles het allemaal. Ik heb trouwens de laatste tijd zoveel paarden gekocht. En allemaal gewoon niet uitgetraind. Ooit had ik een regel. En die regel die zei... Ik koop pas paarden als mijn paarden level 10 zijn. Nu heb ik volgens mij iets van 5 paarden die gewoon level 1 zijn. Maar kijk, deze trailer die bedoelde ik. Maar hoe heet die dan? Nou ja, het zal wel. Ik ga eventjes die Valentijnsgeest doen. Twee, ho, 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 oké. Okay. Huh, ik ben gewoon weer hier terug. Ik sprong er toch echt overheen. Maar oké, okay. Ik ga niet die missie bij Derek doen met dat verdwenen post, want dat vind ik een beetje saai. Ik vind zo'n race leuker, want dan krijg je iets XP en dat kan mijn paard wel gebruiken, want hij is level 1. Oké, okay. De vriendschapsrace van de Jorvikstal. Sluit je aan bij een groep met minstens 1 andere speler en kom dan terug. Heb je hulp nodig om een groepje te beginnen? Ja, want ik heb geen vrienden op Star Stable.
Kijk, ik heb geen vrienden. Willen jullie met mij samen? Oh shit, ik vroeg iemand als vriend. Mag ik in een groepje? Zo. Ik heb vrienden nodig, jongens. Ik wil ook in een groepje. Waarom heb je per se vrienden nodig om dit te doen? Oh, kijk, ik heb vrienden. Oh, Bertha, Vardotter, je bent mijn beste vriend. Nu heb ik een missie gehaald. Yes, ik heb vrienden. Oké, Bertha, we gaan deze race doen. Kom, Bertha. Oh, yes, Bertha, die gaat een race doen met mij. Yes. Oké, Bertha. Zo, ik ben sneller. Ik heb net mijn nieuwe paard gekocht. Oké, paard, je bent toch goed. Ik ga je toch niet verkopen. Nee, ik was niet van plan om hem te verkopen. Wacht, deze race is volgens mij precies hetzelfde als vorig jaar. Valentijn's race met mijn nieuwe paard. Ik ben echt blij met dit paard. En ik vind die bonte kont ook zo leuk. Het klinkt zo grappig om dat te zeggen. Maar kijk, die bibs is gewoon super schattig. Al die leuke vlekjes. Hij lijkt inderdaad, ja, hij lijkt wel een beetje op Uriah, op die Connemara die ik heb. Maar deze is iets groter. Zijn vacht is iets blauwer. En hij heeft een bonte kont. Haha, hashtag bonte kont. Zo dom. Maar ja, ik vind het leuk. En ik vind deze outfit hem ook leuk staan. Ja, dat bont. Nee, niet bont. Hou eens op met het gebond. Ik steek dat met bont in mijn hoofd. Maar ik vind deze outfit ook leuk. Dat donkerrood. Maar eigenlijk staat donkerrood wel echt leuk bij elk paard. Want ja, in het begin van deze video had ik ook dat donkerrood aan. En dat stond het paard ook heel erg leuk. En ik doe het heel vaak bij mijn Noord-Zweed. Dat staat super leuk. Ja, het staat eigenlijk gewoon overal leuk. Dus als je geen setje weet, koop dit donkerrood. Haha. Oké, deze race. Ja, oké. Ik dacht dat we naar links gingen, maar blijkbaar niet. Maar deze is dus hetzelfde als twee jaar geleden. Heb ik een bloedneus? Nee. Oké. Ik had laatst wel een keer een bloedneus, gewoon uit het niets. Ik dacht echt, oké, als het een keer gebeurt tijdens de opnames, is dat echt pure horror. Maar dat heb ik gelukkig nog niet gehad, een bloedneus tijdens de opnames. Nee, ik zat even te denken, nee, dat heb ik nog nooit gehad. Want zo vaak heb ik nou ook weer niet een bloedneus. Misschien 3 keer in een jaar of zo. En van de week was het toevallig 1 keertje. Waar is Bertha? Oh, Bertha is daar. Oeh, Bertha zit me op dealen. Ga wegwezen. Het duurt wel lang deze race trouwens. En er zit nou niet echt heel veel... Nee. Bertha. Kom op. Oh, Bertha crasht gelukkig op hetzelfde plekje. Oh, ik ben zo niet sportief. Oh, yes, Bertha crasht. Oh, dat is echt gemeen. Sorry, Bertha. Hey, Bertha, als je mijn video kijkt, doe een duimpje omhoog. Trouwens, jongens, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? En denk je, hey, dit is eigenlijk een leuke video. Hey, nu gaan we wel naar links. Abonneer dan op mijn kanaal, want ik ga richting 22.000 abonnees. Het is nog best wel ver weg. Maar... elke abonnee die er weer bij komt, is weer een stapje dichterbij. Dus, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan zeker eventjes op mijn kanaal. Want, ik dacht dat Bertha was. Dan, ga ik meer Star Stable video's maken. En ik vind het leuk als je abonneert. En er komen binnenkort weer hele leuke Star Stable video's aan. Een video die jullie super vaak hebben aangevraagd. Die komt binnenkort online. En ja, echt hele leuke dingen. Dus abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En bedankt Bertha dat ik samen met jou mee kon doen. En ik wou net zeggen, ik had vorige week een Clydesdale gekocht. En dat meisje wat hier stond had een Clydesdale. En ik heb echt bijna nog nooit op het beest gereden. Echt erg. Want ik koop zoveel paarden. Praat met Lobby. Een hartje ruilen. Oh ja, en met die race krijg je dus hartjes. En die kun je inruilen voor cadeautjes. Ah, praat met Lobby. Je krijgt alleen geen XP, dat vind ik wel een beetje raar. Even kijken hoor, Valentijn springwedstrijd. Voltooi het parcours zo snel mogelijk. Yes, dan krijg ik nog een keer XP. Oké, kan dat nog wel? Ja, oké. Ik kan nog 1 race doen. Oh, dit is een andere race. Oh, maar wel mooi, want ik krijg mijn paard XP voor. En die zo'n klein beetje ook. 350 XP. Ik vind het echt een leuk paard. Ik ben echt blij hiermee. Huh, waar moet ik heen? Oh, hier. Gaat dat lukken? Is dit zo'nzelfde race dat je er gewoon net zo goed doorheen kan rennen? En dat je gewoon net zo snel bent als dat je overal netjes overheen springt? Volgens mij wel. Ik ga er doorheen rennen. Bam! Yes, het werkt. Oké, ik ga gewoon weer overal doorheen rennen. Oh help. Oké, het werkt dus niet altijd. Het werkt niet bij die waterbak. Oké, hier ook niet helemaal. Misschien hier dan. Oké, hier ook niet helemaal. Jongens, mijn theorie klopt niet. Maar ik had vorige keer, toen die Connemara race was uitgekomen, had ik dat ook gedaan. En toen werkte het gewoon. Dan kon je gewoon door die hindernissen heen rennen. En dan was je gewoon nog sneller dan als je gewoon over alles gewoon netjes ging springen. Dus, maar hier werkt het niet helemaal. Oeh, is dit de finish? Oh nee. Oké, dit gaat nog maar net goed. Gaat bijna fout. Oké, kom op. Kom op, paard. You can do this. Oké, we zijn er bijna. Yes, 1 minuut en 2 seconden. Ik denk dat ik super snel ben. Maar nou moet ik weer helemaal daarheen rennen. Dat vind ik een beetje jammer. Oh, ik zit nog steeds met Bertha in de groep. Zou Bertha mij kennen?
spreken. Hoe kon ik ineens die kant op gaan? Oké. Okay. Hallo Lobby, ik heb jouw springwedstrijd gedaan. Ik hoop dat je blij was met mij. Ik kan hem nu nog een keer doen. Krijg ik dan nog een keer XP? 250. Hoeveel hartjes moet je inleveren? Heb ik nou al wat gekregen? Dat is snel. Wat heb ik gekregen dan? Valentijns druïde tuniek. Die zag er best wel grappig uit. Die vind ik wel leuk. Een leuk jasje. Alleen hij heeft geen punten. Dat is dan wel een beetje jammer. Maar oké, dan was dit volgens mij de Valentijns update en alles. Ik heb één ding niet gedaan. En dat is, ik heb mijn paard nou niet echt super uitgebreid uitgetest. En ik heb deze missie bij Veeldeel niet gedaan. Of ik bedoel Zilverkleed. Ik kan nog een livestream gaan doen ergens deze week. Als jullie dat leuk lijken, zet het dan eventjes in de reacties. Dan ga ik misschien livestreamen. Zet trouwens ook eventjes het belletje aan naast mijn kanaal als je bent geabonneerd. Want afgelopen zaterdag heb ik een vlog geplaatst. Maar die hebben nog niet, die had nog niet iedereen gezien. Want hij werd helemaal niet zo heel goed bekeken. Terwijl het best wel een leuke video was. En een leuke titel en zo. Een leuke thumbnail. Dus niet iedereen kreeg het belletje. Of kreeg de melding van die video binnen. Dat bedoel ik. Want toen kreeg ik DM's van, ik kreeg geen melding van je nieuwe video. En als je dus wel een melding wil krijgen als ik een video heb geplaatst, moet je eventjes het belletje aanklikken naast mijn kanaal. Dus als je bent geabonneerd, dan zie je daarnaast een belletje staan. En als je die aanklikt, krijg je altijd een melding als ik wat heb geüpload. Dus druk even op het belletje en dan weet je zeker dat je niks mist. Vond je dit een hele leuke video? Doe dan eventjes een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook niet om te abonneren hier beneden op mijn kanaal als je dat... Wacht. Nee, ik zeg het in de verkeerde volgorde. Abonneer ook nog even op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Doe eventjes een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. En dat is zaterdag. En dat is trouwens de winnaar van de winactie. Van dat ik jouw paard als een slijgpaard ga namaken. Dus schrijf zaterdag 12 uur in je agenda. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg!